mythe. Elektrische auto's zijn tijdelijk. Uiteindelijk gaan we allemaal op waterstof rijden. Om een auto op waterstof te laten rijden, moet uit energie waterstof geproduceerd worden. Vervolgens moet waterstof in de auto weer omgezet worden naar elektriciteit. Waterstof is namelijk geen energiebron, maar een energiedrager. Je moet waterstof eerst maken voordat je het als energie kunt gebruiken. Bij het twee keer omzetten van de energie treedt tot wel 60% energieverlies op. Een elektrische auto geeft een veel beter rendement omdat die omzetting niet plaats hoeft te vinden. Meer weten? Kijk op rijelektrisch.nl/mythes.